Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de episode van vandaag gaan we het hebben over seks en de narcist. De seksuele gedragingen van narcisten zijn op zijn minst bijzonder. Doorgaans zijn er op seksueel vlak twee soorten narcisten. De somatische narcist, hyperactief seksueel, en de cerebrale narcist, hypoactief seksueel, de somatische narcist. Deze narcist haalt zijn narcistische voeding via reacties van anderen, via seksuele veroveringen, bodybuilding, atletische vaardigheden, competentie in buitenactiviteiten of gewoon door te paraderen. De cerebrale narcist, deze narcist, pronkt met zijn intelligentie en kennis om aandacht en bewondering binnen te halen. Wat betekent seks voor de narcist? Seks betekent voor de narcist niets meer dan een goed werkend hulpmiddel uit zijn gereedschapskist om aandacht en bewondering te genereren. Narcisten zijn doorgaans niet vies van overspel en buitenechtelijke affaires met als doelstelling controle, macht, aandacht en zelfbeeld te vergroten. Ook verveling speelt hierin een rol. Intimiteit staat niet in hun woordenboek. Simpelweg omdat de narcist zich niet kan inleven in iemand anders of in staat is oprecht van iemand te houden. Het zijn meester manipulators en ook intimiteit weten ze feilloos te imiteren. Wanneer hun partner niet meer in staat of voldoet voor de broodnodige narcistische levering, zullen ze deze laten vallen en zonder enige wroeging in de steek laten. Partners voelen zich vaak gebruikt, zelfs voordat ze in de steek worden gelaten. De narcist draagt immers niet bij aan de behoeften van andere mensen. Narcisten voelen zich superieur en belangrijker dan anderen. Ze staan boven iedere wet en hebben geen moeite met gedragingen die beschouwd worden als sociaal ongewenst en onaanvaardbaar. Ze verwerpen en nemen aanstoot aan de grenzen of gestelde voorwaarden van hun partner. Ze geven rijkelijk toe aan hun impulsen en verlangens en geven niets om maatschappelijke spelregels. Ze worden graag en vaak gefotografeerd en besproken. Ze vinden het ook spannend om morele en seksuele taboes te kunnen doorbreken. Ze hebben een oppervlakkige persoonlijkheid en leven als het ware voor elke vorm van aandacht en bewondering. Ze verzamelen relaties en of huwelijken of nietszeggende verhoudingen. Huwelijk, monogamie en opvoeding van kinderen zijn standaard voor de gemiddelde persoon. De narcist voelt zich hier echter niet voor geroepen. Hij voelt zich in deze rol beroofd van zijn uniek zijn en gedwongen in de standaardrol van vader en echtgenoot. Deze narcistische wonde leidt tot rebellie. En door buitenechtelijke affaires aan te gaan, bevestigt hij als het ware opnieuw zijn superioriteit. Mannen en vrouwen met narcisme zijn op zoek naar seksuele bevrediging om aandacht en narcistische voeding te verzamelen. Het lijkt alsof ze verslaafd zijn aan seks, maar het is de aandacht en de controle waar ze naar verlangen. Narcisten zijn control freaks. Iemand verleiden tot seks is een vorm van controle. Hoe moeilijker het doelwit is, hoe meer kracht en controle ze voelen. Narcisten zijn bovendien absolute vrouwenhaters. Ze minachten vrouwen. Ze hebben tegelijkertijd een hekel aan ze, maar zijn er ook bang van. Ze proberen vrouwen te vernederen en of te frustreren door ze seksueel te vernederen of ze seks te onthouden. Ze hebben een dubbel gevoel ten aanzien van de seksuele daad. Over het algemeen is het voor hen niet meer dan een middel om een doel te bereiken. De handeling zelf is zinloos en biedt geen emotionele connecties. De somatische narcist. De somatische narcist neemt zijn toevlucht tot veelvuldige seksuele veroveringen. Via verleiding en seksuele verovering ontleent de narcist zijn broodnodige narcistische voeding.
Hij gebruikt seks om nieuwe bronnen van narcistische levering te veroveren en veilig te stellen. Voor de narcist is seks een mechanische daad, verstoken van intimiteit en toewijding. Hij raakt zelden emotioneel betrokken bij zijn doelen, omdat hij uiteindelijk toch weer op zoek zal gaan naar nieuwe bronnen van narcistische levering. Hierdoor zal hij met meerdere partners naar bed gaan. Vervolgens zal hij uitleggen dat zijn andere seksuele partners van geen betekenis zijn voor hem en dat hij er alleen maar van profiteert. Hij zal benadrukken dat ze geen bedreiging vormen en niet serieus genomen moeten worden door zijn partner of echtgenoot. In zijn gedachten is er een duidelijk onderscheid tussen de vrouw in zijn leven en de hoeren waarmee hij seks heeft, de cerebrale narcist. Er is nog een heel ander type narcist. De cerebrale narcist voelt seks aan als vernederend en onterend. Handelen op het libido van een ander aanschouwt hij als een primitief en ordinair impuls. De cerebrale narcist staat hierboven omdat hij bedeeld is volgens zichzelf, met een superieur intellect en een overtreffende zelfbeheersing. De cerebrale narcist geniet niet van seks en geeft de voorkeur aan masturbatie of emotieloze seks, prostituees bijvoorbeeld. Echter heeft hij ook periodes van seksuele hyperactiviteit, waarin hij vaak verandert van seksuele partners en deze beschouwt als objecten. De hyperseksualiteit duikt op na aanzienlijke narcistische verwonding, een pijnlijke echtscheiding of een financiële onrust, waardoor de cerebrale narcist tot de conclusie komt dat zijn intellectuele manier niet meer werkt. Seks is de sleutel tot een fantastische bron van narcistische voeding. Na een levenscrisis is de cerebrale narcist geneigd tot buitensporige seksuele contacten, waardoor hij praktisch al het andere in zijn leven uitsluit. Zodra de narcistische verwonding heelt, verliest hij abrupt zijn interesse in seks en in al zijn partners. De frequentie van zijn seksuele activiteiten daalt van meerdere malen per dag naar een paar keer per jaar. Hij keert terug naar de intellectuele bezigheden, sport, politiek, werk, alles behalve seks. Seks wordt weer een verplichting, een karwei die hij met tegenzin onderhoudt om zijn narcistische bevoorradingsbron te behouden. De cerebrale narcist minimaliseert alle soorten omgang met zijn intieme cirkel, echtgenoot, kinderen, ouders, broers, zussen en vrienden, of het nu gaat om seksuele, verbale of emotionele. Hij beperkt zich tot het uiterste minimum van uitwisselingen en isoleert zichzelf sociaal. Uiteindelijk wordt hij verlaten door iedereen. De cyclus zal zich dan opnieuw herhalen. Kortom, seks is voor beide soorten narcisten een bron om hun narcistische voeding te verzekeren. Het is als het ware het meest effectieve gereedschap om snelle narcistische verzadiging te bereiken. Indien de narcist de aanbidding, bewondering, goedkeuring en of aandacht om welke redenen niet binnen kan halen, dan zoeken ze hun toevlucht tot seks. Wat narcisten ook heel vaak doen is seks gebruiken als chantagemiddel. Ik heb ook al een episode gemaakt over hoe je kunt herkennen dat je met een narcist in bed ligt, maar heel veel narcisten zullen dit ook vaak gebruiken als chantagemiddel. Nee, dat je er iets voor moet doen, je moet het verdienen. Of sommige narcisten gaan zelfs zo ver dat als ze bijvoorbeeld geld van jou willen, dat ze zeggen van, nou, als je seks wilt, dan moet je me geld geven. Narcisten gebruiken dit dus ook heel vaak als chantagemiddel. De verborgen narcist die is er heel goed in om dit tijdens de inzuigfase, de eerste fase, hè, wanneer je voor het eerst een narcist ontmoet, de love bombing fase, en dan heb ik het over een romantische relatie. De love bombing fase is voor een narcist ontzettend energievretend, want ze steken al hun energie in die inzuigingsfase om jou zo snel mogelijk te verzekeren, hè, dat er een relatie ontstaat, heel snel. En ze zullen je bombarderen met berichtjes en je bent de liefde van hun leven, je bent hun soulmate, je bent alles waar ze naar op zoek zijn. Maar vergis je niet, want hun woorden komen niet overeen met hun daden. Dus als dit gebeurt,
die inzuigfase, als jij dit herkent en je bent er op tijd aan ontsnapt en je herkent dit en je denkt van, goh jemig, dat heb ik ook gehad, dat is me ook eens een keer overkomen. En toen dacht ik ook van, jemig, ik moet nu eventjes een stapje terugnemen. De narcist zal dat niet respecteren. Ze respecteren jouw gevoelens niet van, oké, laten we even een stapje terug doen, laten we het even langzamer opbouwen, hè? Laten we de relatie op een rustige manier opbouwen. Die narcist zal dat absoluut niet willen. Die gaat jouw gevoelens afschuiven of die gaat zeggen van, nou nee, weet je, dus die narcist gaat jou, die ontmoet jou eigenlijk met meer manipulatie, hè? Met meer leugens. Oké, dat gebeurt er dus heel vaak tijdens de lovebombingsfase. Maar goed, ik heb daar een episode over gemaakt. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat deze verborgen narcist dus heel snel geneigd is om seks met je te hebben. En heel vaak. En ze willen constant dat je bij hen bent. Dat je om hen heen bent. Dat je met elkaar afspreekt. Constant elkaar ziet elke dag. En als je elkaar niet ziet, dan word je gestalkt. Dan word je gebombardeerd met berichtjes. Bloemetjes worden naar je gestuurd. Cadeautjes worden er naar je gestuurd. Of die worden gegeven. Maar goed, deze verborgen narcist die doet dat heel vaak. De verborgen narcist zal heel vaak seks heel snel inzetten. Als middel om jou aan zich te binden. En als je dan in die relatie zit, dan wordt het gelijk in één keer een stuk minder. Het wordt niet langzamerhand afgebouwd of wat dan ook. Nee, het is gelijk alsof je cold turkey moet. En dan wordt het daarna als chantagemiddel gebruikt in de relatie. De narcist verandert ook heel vaak van partner. Dat heb ik al eerder aangegeven. Of ze gaan vreemd. Ze hebben heel veel contacten in hun telefoonlijstje. Hè, van one night stands of gewoon goedkope spanning waar ze naar op zoek zijn. Hè, want dat is dan lekker oppervlakkig. Dan hoeven ze zich niet koude, koele zelf te laten zien. Want van binnen hebben ze natuurlijk geen gevoel. Dus dat zal de narcist ook heel vaak doen. Vreemd gaan. En er meerdere partners op nahouden. Ja, dus dat is waar ik het vandaag over wilde hebben. De narcist en seks. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. En ik weet dat het ook best wel taboe is om hierover te praten. Maar ja, het is belangrijk om dit met jullie te delen, want ik weet dat dit speelt. Ik weet dat dit gebeurt. Maar dit is wel iets wat belangrijk is om met jullie te delen. Bedankt voor het luisteren voor vandaag. Laat je comments achter in de commentbox via mijn YouTube kanaal Wie is de Narcist? Reageer op elkaars comments, ervaringen. Ik weet zeker dat dat iemand anders ontzettend zal helpen. Of misschien jezelf ook, dat je misschien dingen leest en je denkt van, goh, hey, dat is een bevestiging, dat heb ik ook meegemaakt. Het kan voor jou misschien iets klein zijn, maar voor een ander van hele grote betekenis zijn. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.